Mai. Wat voor dagje wordt het vandaag? Helemaal te gek. Dit gaan mensen niet meer snappen, denk ik. We gaan een keer niet serieus doen. Dat doen we altijd en daar zijn we helemaal klaar mee. En we hebben een speciale gast en die gaat ook niet normaal doen. Niemand gaat normaal doen vandaag. We zijn vandaag weer bij het brugje aangekomen. Vorige keer heel veel gereedschapjes hadden gevonden. En dat past ook wel in de dagbesteding van vandaag. Kijk, hey, aankomt. Dat is toeval. Dat is hem. Het hoofd gelijk ook, hè? Meteen is een chagrijnig ochtend. Kom, maak je hem gelijk. Kom, we gaan er gelijk van maken. Goedemorgen, Jim. Wat? Goedemorgen. Jongens. Haal die frons eraf. Ja. Welk frons? Wat voor dagje wordt het vandaag? Hey. Jim, what are we going to do vandaag? Wij gaan vandaag op klus. Met wie gaan we op klus? Een speciale klus. Nou, heb ik. Ik ben niet zo handig en Nick ook niet. Nick? Nee. Dus we hebben iemand gevraagd die wel verstand heeft van dit. Godverdomme, ik ben op. Oh, Jordan! Nee, je moet hem hebben. Oh! Hey, goedemorgen! Ik weet het, hè, Johan. Johan. Is jouw naam, kerel? Brian. Brian. Wij gaan vandaag magneet vullen. Dat is echt verschrikkelijk. Oh. Hadden je ouders niet wat origineler kunnen zijn? Nou. Wat gaan we doen? We gaan magneet kaaien. Wat houdt het in dan? Nou, we hebben hier een touw op de grond. Ja? Die gooien wij in het water, die de andere kant doe je om je been. En als je maar hard genoeg gooit, dan ga je zelf erin. Ik geloof hier weinig van. Maar de politie komt al, hè? Ah, nu al? Ja, we hebben al gebeld. Krijgen we het alweer? Altijd, hè. Johan heeft alweer de brug gevangen. Nou is het afgelopen, of je moet de brug mee naar huis nemen. Nou, ik heb in ieder geval wel mee. Ik zeg hem niet, ja. Gaat het goed komen, denk je, Jim? Helemaal goed komen. Oké, dan gaat het goed komen. Yes! Lekker hoor. Ik heb er geen kut aan. Nee, hè? Nee, is leuk. Ja, wat heb je gedaan? Heb je de magneet voor de brug getrokken of de druk van de magneet? Nou, ik weet niet wat ik gedaan heb, maar ik ben helemaal kapot. Nou, jongens, eerste vangst. Wow! Ja, ja. Wat je vindt mag jou, hè? Dat gaat helemaal goed. Waar is die andere magneet? Wat is het weer? Het is altijd een hebben en houden van alles. Ik denk dat ik nou wat heb. Ik denk dat er binnen nu in 2 minuten een hele open gedek gaat zijn. Niet veel bubbels, dat is toch goed? Ja, dat is altijd goed. Alle bubbels van Trump, je wil trekken de koolhaasje. Blikkie prik op vrijdag. Dat is wel lekker, hè? Ja. Het is zelf al bijna niet te doen. Hoe heet het dan? Dat is goed geschaft, toch? Op de bouw. Zeker, niet Johan ook met een koolhaasje. Staat ook een kipkraam bij ons op het ding. Ah, dat vind ik zielig voor de kippen. Ben je vegetarisch? Nee, ik hou van kippen. Ik vind het een moeilijk verhaal. Ik weet niks. Ik heb haringen. Ja, ja, telefoontje zie ik. Ja. Je hebt telefoon. Kom maar boven, kom maar boven. Wow. Of een camera, ik weet niet wat het is. Jim, kom. Ja. Ik heb nog een euro. Echt? Nee. Ja, bijna. Nou, het kan slechter. Ja, je bent zo lekker bezig, Johan. Ja, het gaat wel lekker, hè? En omdat we het zo leuk vinden, je bent de pro. Hebben wij ook een percentje voor je meegenomen. Oh, ja. Wat dan? Ik krijg cadeau. Kijk eens. Ah. Voor Johan de bouwvakker. Ja, dat vind ik leuk. Ik heb geen cadeautje voor jullie. Nee, maar dat doet het wel. Oh. Jij bent al een cadeautje. Oh, dat is toch. Ja. Hadden jullie niet hoeven doen, jongens. Ja, hij wordt verlegen, hè? Vind ik echt leuk. Jezus, goed ingepakt ook. Ja, ik kon het niet verliezen. Ik krijg vast al lang mijn leven niet los. Oh. En voor je favoriete bouwmarkt. Hé, is voor de gamma? Nee, Praxis. Oh, de Praxis. Ik heb veel mensen samengewerkt, maar ik heb nooit een cadeautje. Jezus! Wow. Maar jij bent een bout. We hoorden dat Johan een achtbaan ging maken. Dit is top. Ja, dit is leuk. Ja, dit vind ik echt leuk. Jong, ik ga hem even knuffelen. Ah. Ja, dit vind ik aardig. Lief, hè? Ja, dit is top. Ja, dit is topspul, hè? Van Sensi's, hè? Dat is topspul. Ja, dat is met gevoel, hè? Wacht. Sensi. Ja, Sensi is. Wow. Ja, nee, niet met je fysieke klaar. Oh, sorry, man. Leuk. Zal ik hem even ergens steken? Jim, is de steeksleutel. Kijk eens even hier bij mij. Wat heb jij? Er zit alweer een telefoontje aan. Zie je hem? Wow, en een? Wat is dat voor een roze ding? Weet ik niet. Huh? Oh! Shit, man. Die is nog vrij nieuw, of niet? What the fuck is dat? Weet je niet, dat is net zo'n about 350. Huh? Waarom ging mijn camera belt ondersteboven? 5 cent. We hebben in principe wel al gewoon 10 cent gevonden. Echt? Je kunt zeggen wat je wil, maar dit is toch de geld, hè? Oh!
Ja, hij flikkert dat ding een keer tegen je hoofd aan. Dat doet pijn, hè? Ja, je hebt een helm op. Ja. Ik voel het niet. Wat is beter in de bouw vrijdag weer dan een kopje koffie? Ik vind het lekker, een kopje koffie. Nou, doe mij maar, ik drink eigenlijk nog, maar doe mij maar een bakkie. Gaan we even een bakkie maken? Heerlijk. Heerlijk, lekker. Heb je nou een portable gas stove bij je? Ja, die hebben we. Kan allemaal. We hebben nog een verrassingje voor Johan, want hij gaat misschien wel verkleed, maar dat kunnen wij nog veel beter, denk ik, hoor. Ja, toch? Nee, joh. Een hoepel. Nee, van Johan wel, dat is hij. Misschien zou ik Johans vriendin wel willen zijn. Ik denk dat het veel liever wil. Zijn wijf, zoals hij het zegt. Zijn wijf, mijn wijf? Ja, ik zou wel graag jouw wijf willen zijn. Snap ik wel, hè? Ben goed met pijpen. Ja? Zeker. Heel goed met leiding ook. Ik heb een leiding, ga je een functie. Dat is heel goed. Als je fan. Beer en Lirken from Smart Beers Lirken. Nou, dat kan niet profiteren van. Als je van Beer je profiteren kan, dan ben je best een slimme man. Want Beeren are the best teachers in the world. Gewoon gooien vanaf die broek. Je weet, dan moeten gooien. Je moet er, trouwens, ja, je moet naar mij luisteren. Echt? Ja, jij moet naar mij luisteren. Ik ga hem niet in de macht neer gooien van die broek. Hier is die macht niet. Kom. Kom. En dan gooi je de meest mannelijke gooi van de wereld. Bacarossa. Bacarossa, hebben we nog een cadeautje gekregen, die zijn we even aan het testen. Hij is wel wat licht, lijkt wel thee. Ja, ik denk dat we iets meer koffie hier naar moeten doen. Ja, dank je Thomas. Ja, ik heb hete koffie voor je. Komt ie. Hier. Oh. Vangen, hè? Nou, voor mijn diarree na half spelen. Zin in. Oh. Mobiel. Ja? Zeker. Oh, je ziet hem al, hè? Oh. Nou. Is een Nokia, is een echte, is een 3310. Hier kan iemand met dood gooien, zo hard zijn die. Hij doet het nog. Ja, denk het ook. Zal ik mijn moeder even bellen? Oh. Wat zie jij er lekker uit, zeg? Nu we er toch zijn. Heerlijk. Die praten nu moet het lukken, jongen. Nou, waar is die magneet? Gooi hem. Ja, dit is top, hè? Jezus. Oh, zo zwaar. Ah. En dat is de tactiek. Hij gooit zo zijn zwaard af. Dit is de tactiek. Ja, daar komt hij al. En dan mag hij wat. Zo, moet je die schoen. Het staat je wel, hoor. Kijken. Het is toch sexy? Moet je kijken. Hey, matey. Ik denk, we gaan ook gewoon een keer normaal. De zon zit. We kunnen ook gewoon een keer normaal. Dat moet ook altijd. Zo niet eerlijk. Wat heb je? Dus ik denk, trek maar gewoon mijn reguliere outfit aan. Dit is top, hè? Oh. Ja. Dit zijn de outfitjes. En normaal lopen we zo, hoor. Ik ben wel een beetje aangetrokken op jou. Lipjes getuit. Worstjes vooruit. Kan toch niet? We hebben een rol hier. Je hebt weer een spelletje zitten spelen met die kokosnoten, hè? Ooit ook weer, Sea of Thieves, die hebben geworpen. Ik ben echt een beetje verliefd als ik niks van vanaf de achterkant. Ja. Echt ziek, hè? Dat is toch niet goed? Ik ben veel in de clown acrobaat. Drommels. Huh? Hoe doe je dat? Oh. Ja, ik denk dat ik wel mijn zwaard ga pakken. Ik denk dat ik er echt in ga pikken. Hoe dan? Ik moet hem terug hebben. Die is 41 eurocent was je bij de Aldi. Echt? Ja. Ik heb niet laten hangen, ik heb hem nog niet gevonden. Oh! Echt? Kom maar, als je een meisje bent, kom maar. Ik wil je in mijn armen nemen. Waar zit in mijn baard vast? Kom maar, je bent toch zo'n schatje, hè? Wat gebeurt er? Ik zie niks meer. Oh, kijk wat een schatje. Gooi hem in het water. Nee, ja, gooi hem gewoon. Nee, ja, doe gewoon. Ja, gooi. Kijk die kop van zo'n wie echt. Hey, weet je waar ik wat trek in heb? Omdat je het nu toch verkleed bent. Ja, daar ook, maar. Kan je niet wat lekkers even voor ons koken? Ja, strakjes. Ja, nu? Strakjes. Ja, hoezo nu? Eén voor één. Wow, alles zit er nog in, ouwe. Nee, dat kan ook niet. Kijk hem dicht op de brug op. Hij is een piraat, hè? Die vindt schatten. Zo! Wow! We trekken er heel klaar. Kijk, Brian is... Zo, dan heb je zeker van Pirate Bay gehaald. Nee, en er zit nog wel... Oh nee, er is wel een ondergrondje. Er zat allemaal geld in. Ben je boodschappen wezen doen? Ja, ik ben in de lokale Albert Heijn geweest. Heb je eitjes? Eitjes gehad? Boter gehad?
pannetje gekocht. Koken maar. Johan, hoe moet je een eitje bakken? Het eitje bakken is niet zo moeilijk. Het eerste wat je doet is je gooit het eitje in een pannetje. Fucking. Verkeerde kant van de man. Mis. Het is in principe inderdaad wel de bedoeling dat je hem... Raak gooit. Dat je hem in het pannetje doet. Nog een keer. Oh. En dan haal je de pelletjes eruit. Ja, maar je moet eigenlijk dit plasticje ook nog even verwijderen. Echt? Natuurlijk, hè? Ja, want het is geen deel van die anti-aanmaklaag. Dat is er weer niet. Ze noemen Nick ook wel de keukenprinses. Ben je een keukenprinsesje? Ja, ik doe mijn best wel eens. Oh, ik doe mijn best wel eens. Wat doe je dat mooi, hè? Een veertje voor meneertje. En een paaltje voor mevrouw. Je moet je wel bij je scheren. Ik ga dat wat lief. Wat goed, hè? Marcel, wil je ook een broodje ei? Het zijn het allemaal moeilijke eters allemaal. Hier, doe ons zo, dan heb jij en Brian meteen. Echt? Oh, heerlijk, zegt hij. Mmm. Ik krijg er helemaal een scheurbuik van. Echt? Ja. Nou, u bent 40, net aan 40. Dat is mooi. Ja, 40? Ja, joh, net aan 40. Dat is Casanova, hè? Nou, dan ben je nog ouder als ik dan. We kunnen wel een keer een bakje koffie doen, als je wil. Aan mijn snoer eruit. Nee, die is echt, hè? Die is echt. Die is niet echt, nee. Ja. Kaplak. Nee. Wat? En zijn baardjes ook echt? Kan niet trekken zo? Nee, doe maar niet trekken. Je hebt dezelfde haar als mij. Ja. Ja, je moet zo die dag op vrouw als ik. Oh, die dag. Maar je staat voor jou mooi. Ja, hè? Je bent een mooi blonde vrouw, hè? Ja, hè? Hoor ik wel vader. Prachtig, mooi jongen. En ik kan ook koken ook. Mooi slang ook. Mooi, hè? Prachtig. Ik ging naar grootmoeders koekjes brengen in het bos. Oh ja? Ja. Schokje, dat is wel mooi, hè? Rood kapje, moet je niet naar oma toe? Ja, maar waarom met jullie zo doen? Ja, gezelligheid. Oh, gezelligheid? Ja. En niet wat feestje of zo? Nee joh. We zijn gewoon lekker mooi weer, gezellig. Wat voor groep is dit? Een groep? Ja. Hoe moet je dat zeggen? Huh? Hanggroep. Hanggroep? Probleem. Jongens, tot ziens. Geeft die jongen nog een kus? Ja. Nou, vond je het nou een hele leuke video? Doe dan die duimpjes omhoog als je het leuk vond. Dan doe ze naar beneden als je het niet leuk vond. Hoe vond jij het, Johan? Ik vond het echt top. Bedankt, duimpje jongens. Omhoog dus. Zeker duimpje. En abonneer ook even op Johan. En bij hoeveel likes gaan we een keertje naar de Wallen met Johan? 15.000. Dat gaat hem dan. Ja, dat is heel makkelijk. 15.000 likes, dan gaan wij naar de Wallen. 3.000 hebben we nog nooit gehad, volgens mij. Ja, 3.000 doe maar. Kijk in een panty. Ja? Zeker. Dus vanaf hier is dat beloofd. Oh nee, ik zal het even uitleggen. Jordan is niet zo snel, maar bijna de 10.000 abonnees, toch? Ja. Toen hadden we Jordan contact. Kunnen wij even een nummertje opnemen? Ja, is goed. Kwam er niet van. Nou zitten we al bijna op de 70.000. Dus weet jullie nou een studio? Ja, dat is beter, Connect hè? Hun. Een studio. We zoeken een studio om het op te nemen. We hebben beats ook nodig. Maar laten we heel even het laatste stukje serieus doen, alsjeblieft. Ik wil nog één ding kwijt. Wat dan? Ik wil dat jullie abonneren op Johan. Het Johan Weltevree. Hij heeft ook Insta. Abonneer op Jay Magna, onze meester rapper. Ik wil dat jullie ook abonneren op ons. Kijk, ik bedoel, Brian heeft zelfs zwarte lippenstift op gedaan. Ben ik gehoord? Hij blijft maar lullen, die gozer. En check ook de beschrijving voor alle links en websites. Kortingsacties staan erin, dus dat moet je ook gewoon lezen. Echt? En ja, like deze video, abonneer voor Doe even zo met je bandje zo, wacht. Doei! Kijk, weet je, sommige mensen spreken Nederlands, Engels, Spaans, wij niet man. Wij spreken metaal, snap je? Hey, ik spreek metaal, want ik heb goud. Ik heb zilver, ik heb brons, ik heb wat zij van hout. Ik spreek metaal, taal. Ik heb goud. Ik heb zilver, ik heb brons, ik heb wat zij van hout. Gooi een touwtje in de water met een magneetje eraan. Ik hoop op 1 miljoen euro of een gouden banaan. Ik vang een blikje, nog een blikje, nog een flesje en een kluisje. Bel politie, kom eens kijken, de granaten liggen buiten op de stoep. Die shit staat allemaal op scherp. Bel de EOD, bel de GGD. Want alles gaat fout.
We gaan viraal met deus. Ik spreek metaal. Ik heb goud, goud. Ik heb zilver, ik heb brons. Ik heb waar zij van houden. Ik spreek metaal.